Goedenavond, bij mij staat David van Barbrial. Goedenavond, David. Na lange tijd terug open vandaag? Ja, eindelijk terug open na lang wachten, maar we zijn terug open, voilà. Voor velen is het begin van 2020 een mineurjaar geworden door het COVID-19. En zeker voor een horeca. Hoe zijn jullie ermee omgegaan? Ja, in het begin was het wel verschieten. Wij hadden nooit gedacht dat het zover zou komen. Maar eens dat het zover was natuurlijk, in de echte lockdown, dan is het afwachten, zoals heel velen natuurlijk. Natuurlijk ook heel spijtig voor onze medewerkers, die natuurlijk ook allemaal staan te springen, en onze klanten natuurlijk. Maar vandaag terug open en nu zijn we wel echt heel blij natuurlijk. Hè. Ja. En proberen toch nog een goed jaar ervan te maken. Ja, 2020 is zeker geen jaar om te vergeten, maar de zomer ligt voor ons. Hè. Dus we hebben nog tijd, we hebben nog tijd. Hier komt veel volk, het is hier groot. Welke maatregelen hebben jullie genomen? Want het is ook niet zo evident voor in een open ruimte de juiste maatregelen te nemen. Het is inderdaad niet gemakkelijk. Hè. De maatregelen zijn ook heel veel veranderd en dan was het weer zus, dan was het weer zo. Voor ons de allerbelangrijkste maatregelen die wij natuurlijk hanteren is de social distancing, hè, 1,5 meter afstand houden van elkaar en de handhygiëne. Hè. Dus er zijn refreshing points waar je handen kan ontsmetten en overal markeringen aangeduid dat de mensen er voldoende aan herinnerd worden om veel afstand te houden. Dus dat is het allerbelangrijkste. Ook een tegenslag voor jullie geplande grote evenementen vallen in het water deze zomer. Onder andere de wekelijkse salsa, Hoop Sport Kids Day. Een zware domper op de zaak, denk ik. Ja, super spijtig. Hè. Wij hadden natuurlijk weer heel veel events gepland. Inderdaad, de salsa en de Hope Sports Kids Day. Maar zoals het er nu uitziet, zal dat allemaal niet doorgaan. Er mag niet gedanst worden. Voorlopig geen salsa, ook geen Hope. Maar dat geeft ons alleen maar meer goesting om er volgend jaar een dubbele lap op te geven. Zijn er nog kleine evenementen deze zomer? Wel, we horen toch van de stad dat de filmavonden hier onder de shelter mogelijk wel zouden doorgaan. En we proberen natuurlijk onszelf opnieuw uit te vinden. Dus hou zeker onze Facebookpagina in doog. Als er een mogelijkheid is om binnen de maatregelen toch een eventje in te plannen, dan zullen we dat zeker daar communiceren. Ja. Ja, en zoals je weet ook, bij Mossel TV, wij nemen het direct over, kunnen ze natuurlijk altijd mee volgen. Komt er nog terug een editie van de Winterbar? Want dat was, voor de eerste keer was het wel een groot succes. Ja, de Winterbar. Ja, dat was zeker een groot succes. Dat was echt een bom. We willen dat heel graag terugdoen. Maar ook daar komt er een tweede golf. Wilt de stad hierin meedenken? Ik denk het wel. Wij gaan er alvast voor. Als alle parameters goed zitten, gaan wij er absoluut terug voor. Oké, David, bedankt voor het interview. Bedankt Mortsel TV voor hier weer te zijn. Hè. Super.